De regering leeft intens mee met de familieleden die getroffen zijn door de branden waarbij 5 kinderen het leven hebben gelaten. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid in een persbericht. President Desi Bouterse vroeg gisteren tijdens de persconferentie 1 minuut stilte om de slachtoffers te gedenken. Kort na de tragische voorvallen hebben onder meer de ministers Getrouw en Misikaba persoonlijk hun medeleven betoond aan de nabestaanden. Ook parlementsvoorzitter Jennifer Simons was ter plekke aanwezig. In de middag bezochten de ministers van Volksgezondheid Antoine Elias en Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken de nabestaanden. De regering zal er alles aan doen om de families met het nodige bij te staan. Minister Misikaba zal namens de regering de hulp aan deze families coördineren. Ook in de Nationale Assemblée hebben de regering en leden van het parlement stilgestaan bij deze tragedie.